is het oud en nieuw. Er is een vuurwerkverbod. Ja. Ja, blij mee? Ik wel, ja zeker. Ik ben al jaren ervoor, dus heel goed. U was altijd al voor? Ja, al een paar jaar. Hoe streng gaat u handhaven? Nou, ik vind oud en nieuw wel, als je naar december kijkt, wel de grootste uitdaging. Kijk, bij kerst is het denk ik dat iedereen zal wel begrijpen van... Nou, we mogen misschien iets meer bij elkaar zijn, maar het is natuurlijk altijd al een feest waar het wat ingetogener is. Een van de rustigste dagen van het jaar, ja. Ook vanuit veiligheidsperspectief. Maar oud opnieuw, mensen zullen toch naar buiten willen gaan. Dus waar volgens mij eerder ook dan half december duidelijkheid over moet komen, is van wat mag je organiseren? Mag je bijvoorbeeld een jongere bijeenkomst onder begeleiding laten plaatsvinden om ook even wat stoom uit die ketel te laten gaan. Wat is dat, een jongere bijeenkomst onder begeleiding? Nou ja, dat ze wel buiten kunnen zijn. En uiteraard moet het even goed georganiseerd worden. Ja, goed, een feestje. Voor mij benoem ik feestje, maar uiteraard niet met het vuurwerk en niet met het kabietschieten. Maar kijk, het is wel, dat vind ik echt wel een dilemma met mijn collega's. Want je kunt natuurlijk zeggen, kijk, het meest simpele is zeggen, we doen helemaal niks. Niets mag, gewoon straal door. Maar wat iedereen boos. Nou ja, en dan gaat het spontaan gebeuren. En dan klaagt iedereen over de illegaliteit en het gedoe wat het oplevert. Oké, u zegt organiseer dus een paar feestjes. Ik vind, daar moet je wel vroegtijdig een keuze over maken. Want je moet je voorstellen, als wij half december nog evenementjes moeten gaan organiseren om dat goed te geleiden. 2 weken is gewoon te kort. Okay, dus ik hoorde Hugo de Jonge ook zeggen... Hij wil het nu weten. December. Hij is burgemeester. Ja, hij zij gaat niet over. Nee, het kabinet. Ik hoorde ook Hugo de Jonge iets zeggen van begin december. En dat is ook eigenlijk wel nodig. 8 december had het over, ja. Ja, en eigenlijk... ik blijf proberen om het nog wat meer naar 1 december te krijgen. Maar dan zou u willen weten of u buiten feestjes... Of je wat dingen mag organiseren om toch wat van die stoom vrij te geven op een verantwoorde manier. Van het kabinet wil weten, misschien iets duidelijker moet zeggen wat u dan wil gaan organiseren. Ja, goed. Ja zeker. Heel goed. Ja, maar dat is altijd het kip-en-ei verhaal. Want laat ik een voorbeeld geven. Van de week kwam bij mij iets langs mensen die elk jaar een buurtfeestje organiseren. En die vroegen, mogen we er dit jaar ook? Antwoord is nee. Op volgens de huidige spelregels mag het niet. Nee. Maar als we alleen maar nee blijven zeggen, dan weet ik ook 1 ding zeker. Dan zullen we er wat extra handhaving bij moeten gaan zeggen. Moet ook want dan gaat het toch dat er na 8 uur 's avonds geen alcohol in bezit mag zijn buiten. Ja. Bijvoorbeeld.